Bas, ik zeg drie woord. Het is voorbij. Het is voorbij, joh. Het is gelukkig voorbij, maar we zijn ook heel erg tevreden over de manier waarop dat het gegaan is. En de manier waarop dat hier in het metgewerkt. En we hebben hier voor acht verschillende festiviteiten gehad. En ja, elke festiviteit heeft ons weer opnieuw verrast en overtroffen met de doelstelling. Tevreden gezichten na afloop van het OLS in Merkelbeek. De schutterij van Merkelbeek krijgt van alle kanten complimenten over de organisatie en het verloop van het schuttersevenement. Ook de OLS-federatie vindt Merkelbeek een goed voorbeeld. Ja, ongekend. Zo groot. Ik heb eigenlijk, dit is mijn vijfde OLS wat ik als president met maak. Ik heb er zelf nog nooit zo weinig werk aan gehad. En dat is dus een groot compliment aan de organisatie, aan de gemeenschap van Merkelbeek en aan de schutterie Sint Johannes en Sint Clemens. Dat is een geweldige OLS. Goede samenwerking gehad. Vanavond plaatsen van de bomen, inrichten van het terrein. Dat is geweldig mooi. Voorzitterleden hebben prima meegewerkt. Dus, Het verloopt allemaal super. Met dank aan een fantastische organisatie en de heel veel vrijwilligers die heel goed met de professionals samenwerken. Top. Wat is er dan precies zo goed georganiseerd? Eigenlijk alles. Ik ken niks wat niet goed georganiseerd is. De sfeer is altijd goed gebleven. Zoals de voorzitter van de vereniging ook al zag. Wij als schutterie zijn er beter van geworden, sterker door geworden. En de gemeenschap Merkelbeek is er sterker van geworden. En dat is eigenlijk hoe de hele schutterswereld om draait. Ik heb ook alleen maar positieve berichten gehad over de manier waarop dat vier dat hier gedaan hebben. Met de boulevard wat vrij geboet hebben, de open tenten wat vrij staan, geen beertent meer zijn van deze tijd. En ja, daarop zijn ze helemaal geslaagd. Je zit een ganse tevreden, Joost Timmermans? Helemaal tevreden. Ook in financieel opzicht kan het OLS in Merkelbeek geslaagd genoemd worden. De vorige editie in Maasmechelen sloot af met een verlies van 2,5 ton. Dat is in Merkelbeek zeker niet het geval. Het financiële plaatje is al bekend wie het geld eruit gaat springen. Nee, dat weet ik nog niet precies, maar ik durf wel al te zeggen dat we aan de goede kant van de streep eindigen. Dat is toch heel positief nieuws? Dat is om te beginnen al heel positief en dat moet ook wel. Want een OLS staat alleen maar geld kost, kind natuurlijk ook in de lengte van jaren blijven bestaan. Dat is heel erg blij met de federatie ook. Hoe dat wat het dan werd, dat had het zin voor wel. Dat is niet zo belangrijk. Ik denk dat het belangrijker is wie van Merkelbeek en omstreken op de kaart gezet hebben hier in Zuid-Limburg.